deze manier bieden we spelers, oud-spelers, maar ook potentiële spelers de kans om van rugby te genieten op een veilige en aangepaste vorm. Ik heb heel lang bij deze club gewerkt en gerugbied. Ze hebben me gebeld en ik ben toch weer teruggekomen. Die combinatie van niet-rugbiers en rugbiers is heel makkelijk te maken met walking rugby. Er zijn twee hele belangrijke regels die aangepast zijn. Is dat je er niet mag rennen. Dus de snelheid is wel in het spel door het verplaatsen van de bal, maar niet door zelf te rennen. Waardoor het veiliger is en minder kans op vallen is. En de tweede belangrijkste regel is dat er niet getackeld wordt, maar dat het een tik variant is. Bij gewoon rugby mag je alleen naar achter gooien. Hier mag je ook zijwaarts gooien en zelfs naar voren. Je moet heel anders denken dan bij een normale rugby. Je moet niet alleen maar denken in het achterwaarts spelen, maar je mag ook voorwaarts spelen. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gezond om te bewegen. Ik heb zelf meegedaan. Ik heb gewoon een workout gehad. En daarnaast ben ik in contact. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Ik ben ambassadeur geworden van walking rugby. Het is duidelijk een middel om gewoon te bewegen en sociaal met elkaar een leuke dag te hebben. Ja, het is gewoon gezellig. Als je eenmaal de rugby sfeer hebt geproefd, wil je niet anders meer. Big Blues!